Oké, deze video is mogelijk gemaakt door EA. Ik wil ze bij deze even ziek veel bedanken voor dit. Je moet maar kijken wat er gebeurt. Oké, mensen, dit is echt zonder grap. Wat ik zojuist binnen heb gekregen. By far het ziekste pakketje wat ik ooit binnen heb gekregen in mijn leven. En nu heb ik natuurlijk superveel pakketjes binnen gekregen al. Sorry dat mijn stem een beetje verkrekt is. Ik ben eigenlijk een beetje heel erg ziek. Je hebt in. Maar in dit pakketje zit iets waarmee ik invloed heb. Ik heb invloed op het daadwerkelijke Team of the Year dit jaar. Can you believe it? De doos zelf is trouwens wit. Volgens mij stond er niks opgeschreven. Ik heb geen idee wat dit betekent. Hey, Gerard. Wat is het nou? Hey, grap, ga eens even van mijn doos af. Hey. Oh. Als je goed luistert. Als je goed luistert. Oké, ik zag al dat er een en ander aan het rammelen was hierin, dus ik ben echt benieuwd of het nog heel is. En voor de duidelijkheid, ik weet al ongeveer wat hierin zit, maar niet helemaal precies en ik weet ook niet hoe het in het echt uitziet. Het is ook best wel zwaar, ik moest het pakketje bij de buurvrouw halen en die tilde hem op en ik zag, is dit zo zwaar? Ik dacht dat het echt van karton zou zijn ofzo. Oh mijn god, oh dit ziet er zo dik uit, ongekend. Ik heb hem op zijn kop zo te zien. Hoor je dit? Ja nee, ik dacht dat staat please do not open this post, maar post is natuurlijk is heel wat anders in het Engels. I don't know if it is in English ook like that. Het is nu iets eerder dan 8 januari dat ik het heb, niet echt veel, dus ik mag het nog niet in jullie laten zien tot op 8 januari, maar jullie weten waarschijnlijk ongeveer nu al wat het is, want vandaag is er al wat meer over uitgekomen. Jij vindt het ook vet hè, eerlijk, jij vindt het ook keihard. Er zit een wikkel omheen of zo. Oh, dit wordt alleen nog maar vette. Dit is echt iets wat ik nooit van mijn leven ga weggooien. Als ik 80 ben en in het bejaardenhuis zit, heb ik dit nog steeds in mijn kamer zitten. Oké, dit is een magisch moment. Ik zag al dat ik hem kon openen. Dat ga ik niet eerder doen. Let op. Kijk dit. Wat? Oh. Ik heb hiervan dus een conceptje op de mail gezien, maar ik wist niet dat het zo ziek eruit ging zien. Dat is echt nog wat, hè. Oké, dit is dus de boodschap. Boodschap! Waar staat wat ik precies mag doen en wat ik precies kan doen en wat hebben jullie precies mogen doen. You are one of the few selected to represent the millions of FIFA players all over the world with a vote in our prestigious campaign, FUT Team of the Year. Your ballot is part of collective of votes from community members, which will account for 60% of the total vote. To ensure your vote counts, please follow the three steps below. Dit is wat ik moet doen. Van de 45 spelers moet ik er 11 bepalen die in mijn team of the year komen. Ik moet dat met jullie gaan bespreken met mensen om me heen. 2. Ik moet het in een 4D3 systeem met de magneetjes in deze doos in elkaar gaan zetten. 3. En om mijn stem officieel te maken moet ik een poster met hashtag team of the year vote. Om een lang verhaal kort te maken, dit jaar mogen influencers, dus YouTubers en mensen die sites hebben, blogs of zo, dus ook volgens mij Futhead en zo krijgen dan ook zo'n doos, mogen hun team of the year samenstellen. En van al die influencers, ik heb geen idee hoeveel het er zijn, ik gok een stuk of 100 ongeveer. 100 is niet normaal. Wat echt super dik is, want volgens mij ben ik de enige uit Nederland die een doos heeft. En op basis daarvan, de andere 40% bepaalt EA nog zelf, wordt het Team of the Year gewoon samengesteld. What? Het Team of the Year zelf van de FIFA of van de UEFA of zo dit jaar was al in oktober bekend. Dus heel veel mensen waren eigenlijk al heel lang aan het wachten van, nou, wanneer komt dat team uit met weer diezelfde Iniesta en Kroos en al die shit. Waarschijnlijk gaan die het dit jaar dus niet maken. Die gaan het niet halen, omdat mensen daar niet op gaan stemmen voor 10 jaar achter elkaar. Ja, ik ben hier gewoon echt ontzettend hyped voor. Laten we gewoon kijken hoe die magneetjes eruit zien. Jij vindt het echt vet, hè? Oké, let's go. Goalkeeper. Oh, dit is niet echt heel nice ofzo. Oké, ze hadden natuurlijk best wel een zware reis door, maar ze lagen allemaal door elkaar. Maar ik heb ze wel even weer georderd. Zo ziet dit echt vet uit, jongen. Middenvelders, verdedigers, aanvallers. Over wie ik hier daadwerkelijk nee ga zetten en op wie ik daadwerkelijk ga stemmen, moet ik nog wel even nadenken. Eentje weet ik al zeker, die ga ik er nu alvast inklippen en die gaat er niet meer uit. Deze man, die man zit daar vast en komt er niet meer uit. Die doos heeft best wel een reis doorgemaakt natuurlijk over de hele wereld. En je ziet dat bij sommige verdedigers is het kaartje al ietsje kapot gegaan. Dat is al een beetje jammer, maar ja, ik ga toch nooit op Alba stemmen. Om een echt goede, gegronde keuze te maken, ga ik alvast wat mensen bellen en gewoon advies vragen bij mensen die me heel dichtbij staan. Marky! Ja. Mark, wie zou je er dan inzetten? Jorie kan je niet serieus nemen. Nee, ik gooi Jorie er even uit voor jou. Oké, op doel, hij vindt Courtois wel goed. Hij liep dan alleen op niet, maar ik neer. Ja, oké. Willy. Kijk, wat zijn mijn opties? Om rechtsback staat bij Costa natuurlijk. Ja, ja. Ja, zet daar wel David Luiz. Ja. En dan een Kane Hiltje ernaast. Yo. Basie, oh, ben je een beetje ziek? Jezus Christus, man. Olivier Alonso? Ja. Ja, natuurlijk Kante, ja. Die kent iedereen waarschijnlijk, hopelijk. De eerste team ook, maar... Ja. En dan Fabregas en Ross Barkley, top transfer. Is Ross Barkley naar Chelsea? Ja! Oké. Ja, fuck, dit is los.
Morata of zo heet die? Ja. Die doen we dan in Hazard ernaast en dan Pedro. Oké, top. Hier kan ik echt veel mee. Oké, aan die gasten heb ik echt helemaal niks. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat ik het met jullie ga bespreken. Daarom heb ik net op Instagram even een filmpje geplaatst van met DM je nummer. Ik ga even wat mensen van jullie gewoon bellen en dan gaan we even chillen en dan gaan we kijken. Chillen, we gaan chillen aan de telefoon. Deze guy zegt, yo Mati, ik ben verkouden, dus bellen wordt kut. Dat vind ik leuk. Dan gaan we even bellen. Yo, met Hans. Yo, grap. Ja, ga je niet mee dit. Zo verkouden ben je toch niet? Ja, 2 dagen is op bed liggen, ongeveer. Oh. Zo erg is het. Klein beetje eet. Een beetje kloten, maar ja. Waarom zou ik jou moeten bellen? Waarom moet ik jou bellen dan? Omdat je lekker bent, man. Omdat ik lekker ben? Legend. Oh, oké. Je stem lijkt echt op Chester, oké, die? Welke spelers, je mag er 3 noemen, moeten sowieso in het Team of the Year komen dit jaar bij FIFA? Ronaldo. Mbappé komt erin, denk ik. Oké. Kevin de Bruyne, denk ik. Ja? Als jij het Team of the Year mocht samenstellen, zou je dan kiezen voor Mbappé of voor Griezmann? Nee, nee, voor beide. Oké, dat is goed. Welke 3 aanvallers zou je dan kiezen? Messi, Ronaldo en Neymar. Ja? Welke 4 verdedigers zou jij doen? Ik zou geen verdedigers doen. Ik doe geen mannen. Pa, ja? Moet ik Dybala of Kanté doen? Nog een keer. Wie? Dybala of Kanté? Ik snap het niet. Nee, ja, hele belangrijke keuze in mijn leven. Daar heb ik jou voor nodig. En wat is de keuze? Ja, wie er in Team of the Year komt? Ik zou Kanté nemen. Ja, waarom? Ja, die is gewoon veel beter. Ja, dat klopt nog ook. Dankjewel. Ja. Oké, mensen, dit schiet totaal niet op. Ik heb die box hier maar even neergelegd. Via de telefoon en zo schiet allemaal gewoon niet op. Wat ik ga doen is, ik ga in de beschrijving. Op het moment dat ik dit nu opneem is het net tijd dat we echt mogen stemmen. In de beschrijving zal ik een poll zetten. In deze polls kun je, laat me zeggen, op alle genomineerden stemmen. Ik kan ook op zoveel mogelijk spelers stemmen. Je kan in principe op iedereen aanvinken en een stem indienen. Nou heeft dat natuurlijk geen zin. Dan wint er alsnog niemand. Dan denk je dat je aan het trollen bent, want dat heeft helemaal geen zin. Wat mij betreft mogen jullie ook trollen. Als jullie van mij Forsberg en Robben op 1 willen hebben, prima, stem er lekker op. I don't care. Uiteindelijk, wat wij hier stemmen, heeft toch nog steeds maar een heel kleine invloed. Maar dat heeft invloed. Over een dag of 2 laat ik zien wat het uiteindelijke team is geworden. En dan zet ik die op mijn socials. En dan hebben wij gewoon als fucking Nederlandse community hebben wij een stem uit kunnen brengen in het Team of the Year. Kijk, het klinkt misschien een beetje cheesy, maar uiteindelijk hebben we dit wel gewoon. Besef, we hebben dit gewoon samen bereikt dat we nu met z'n allen gewoon een stem hebben in het Team of the Year. Hoe fucking ziek is dat? Ik wil sowieso EA bedanken dat ze me dit ding hebben opgestuurd en me de kans hebben gegeven om dit te doen. Als ik terugdenk aan 5 jaar geleden of zo, toen ik begon, toen ik nog nooit van mijn leven een Team of the Year had gehad, omdat ik die niet kon betalen. Nu staat deze box hier met al die kaartjes gewoon fysiek. Het is echt doodziek. Ik vind het gewoon echt fucking tof wat we met z'n allen bereikt hebben. Weet je, ik wil niet cheesy worden, maar ik vind het gewoon echt zo nice. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Kies wijs. Abonneer niet op Matthijs. Ha! Ronaldo, Messi en Alexis Sanchez. Nee, ik ga je ophangen nu. Doei!